In Volendam komt de zogenaamde Amuzetocht eraan. En Ab en Evert willen graag dat Herman en meneer Rijmers dat voor Hotel Spaander gaan organiseren. Herman wil iets maken met paling, maar die moeten ze dan nog wel even vangen. Ik heb niet koud. We gaan toch die gekke beestjes halen hier zo? We gaan de Siberische Zee op. Basie. Goedemorgen, heren. Ga jij mee op die boot of? Ik ga niet mee. Drie zijn daar. Panische angst voor het water. Ik hou niet van water. En dus blijft de stoere Ab in zijn eentje achter op de kade. Terwijl de andere paling gaan vissen op een echte Volendamse kotter. Goodbye! Je hebt echt nou al die kop van een grote paal met die muts. Ja. Joey is nou al ziek! Ab is een watje met een grote bek, maar als het uit het puntje bij het paaltje komt, doet hij eigenlijk niks. Ik ben benieuwd of er wat uit het water komt. We hebben een reddingsboei bij ons in de vorm van meneer Rijmers. We hebben een drijfvlot in de vorm van meneer Den Blijker. Ik heb nog nooit zo'n grote jas in mijn leven gezien. Dus er kan eigenlijk niks gebeuren. We hebben dus die amuzetocht voor jullie. Maar dan gaat dit gerechtje, dan ga ik even voormaken. Okay. Of ik het goed genoeg vind. Dat is die gort, heb ik meegenomen. Het sapje wat erop gespoten wordt. Dat is een mengsel van het kookvocht, bouillon en een grote paling. En dan is het gewoon aubergine warm maken. Nou, een beetje water uit het, uit die sloot hier. Herman heeft de amuse al helemaal voorbereid, zodat de heren schildervast kunnen gaan proeven wat ze hun gasten straks gaan voorschotelen. Hij moet het alleen nog even opwarmen. Nou, er gebeurt al wat. Zelfs de schipper komt zijn kajuit uit voor die heerlijke geur. Ben je een paar keer gekletterd of zo? Nee, maar wij doen het niet zo goed meer. Hè? Waarom niet? Nou, dat zal ik je vertellen. Ja? Ik was 14 jaar oud. Ja? En toen ging ik varen. En dat was 100 uur in de week. Zo. 100 uur, hè? 14 jaar oud. Jezus, hè? En een hele dag staan, hè? Ja. Hoe lang zit je nou op het water dan? Alleen voor de volkoren? 59 jaar. Ja, joh. Nooit zeeziek geweest. Wordt het wel wit? Ja, in het begin wel hoor. Zou je al de koopspul uit zijn jas gehaald hebben? Ik zit eigenlijk keek in die jas. De hele tank is er. De kok ook in. Kijk, zondag moet je dat zien op een leuk bakje met een gepocheerd eitje en een lekker aalfiletje gerookt netjes. Dit is natuurlijk een beetje een proef. Ja. Jij hebt een grote lepel, Herman. Ja. Zit ik hier met mijn theelepel en met je die pan leeg te lepelen. En we beten meestal dit op de amusetocht kan, die poldergort met die gerookte aalfilet. Oh, het is in ieder geval weer heel iets anders, dat klopt. Ja, maar hier zal het wel weer niet gaan, want die Volendammers willen het niet. Maar ik denk dat op de bosbaan dit wel een knalletje wordt.